Je bent vanavond het gast bij DECAP. En DECAP staat voor Duurzame Energiecoöperatief Altena Biesbos. En dat betekent dat we een coöperatie zijn van en voor de mensen in Altena om ervoor te zorgen dat we hier met z'n allen duurzamer op energieterrein gaan worden. Als je niet in staat bent om zonnepanelen op je eigen dak neer te leggen, dat er ook de mogelijkheid is om dat collectief met elkaar te doen op een gezamenlijk dak. En het eerste project wat we daarvoor uit gaan zetten, dat is hier in Hank, waar we vanavond zijn. En dat is op het dak van Justin Leemans, waar we voor ergens rond de 50 gezinnen zonnepanelen kunnen neer gaan leggen. En die mensen kunnen dus energie-neutraal leven zonder dat ze de panelen op hun eigen dak neerleggen. DECAP is een duurzame energiecoöperatie Altena Biesbos. En wij zijn een maatschappelijke coöperatie. Een coöperatie die gericht is op duurzaamheid. En we proberen natuurlijk voor de leden er het beste uit te halen. Maar we willen met name natuurlijk het een en ander voor het klimaat betekenen. De coöperatie die wordt gerund door vrijwilligers. We krijgen wel eens vragen van mensen van, zijn jullie nou commercieel aan de gang? Of hoe verdienen jullie je geld? Nou, wij als bestuur verdienen ons geld niet. We doen het met liefde om Altena duurzamer te maken. Dus voor Altena. Dus wij werken alleen in Altena. Nou, wie zouden er allemaal mee kunnen doen met het project? Nou, net in het filmpje is het wel vrij duidelijk geworden, denk ik. Dat zijn dus de mensen die wonen of werken in de postcodegebieden die daar zijn genoemd. Dus inwoners kunnen meedoen, maar ook bedrijven kunnen meedoen met een kleinverbruikersaansluiting. Wij hebben zelf zonnepanelen liggen en wij steunen de DECAP daarin en de ontwikkeling van zonne-energie binnen Altena. Omdat het gewoon fijn is om zelf je energie te produceren en dat op een groene manier te doen. Zometeen meer als 400 zonnepanelen op je dak, hoe zie je dat zitten? Geweldig, helemaal top, ziet er netjes uit en ja. En ga je zelf ook energie van die zonnepanelen gebruiken? De bedoeling is van wel. We moeten nog even kijken naar het plaatje van de stroom, maar de bedoeling is van wel. Ja. En het fijne is, sinds dat wij die panelen hebben, dat we die groenstroom opwekken, dat je ook je bewuster wordt van het energieverbruik. Dus dat je ook gaat denken van, hey, ik heb dadelijk 10 panelen op die schuur van Justin liggen. Dat levert me zoveel kilowatt op. En wat kan ik daarvoor doen? Doe ik de was wel of niet in de droger? Hang ik hem op? Want dan spaar ik dat stroomgebruik weer uit. En daardoor helpt het ook om in je stroomverbruik te reduceren. En dat is gewoon, dat is gewoon tof. Toen we elkaar leerden kennen, vond ik het eigenlijk al belangrijk dat we bewust waren van überhaupt het milieu. En op het bedrijf ga je steeds meer merken van de klimaatverandering. Dus hevige regenval, oogsten die mislukken. En daarmee heeft hij ook wel ingezien dat er wel iets moet gebeuren. Waarom ik groene stroom belangrijk vind, is omdat het op een duurzame manier opgewekt wordt. Dus dat je niet extra schade geeft, zoals als je steenkolen gebruikt, dat er weer een hoop fijnstof in de lucht komt. En wij zijn al jaren, voordat wij zelf energie opwekten, gebruiken wij al jaren groene stroom en vergroend gas. Dus dat wordt bos gecompenseerd. En dat is eigenlijk belangrijk, omdat we dat zelf kunnen doen. Dat is iets wat je zelf kan doen.